In dit koopadvies ga ik jou vertellen wat je nodig hebt als je content wil gaan maken voor op YouTube. Hey en wat leuk dat je kijkt naar deze gloednieuwe video hier op TechTime. Ik ben Marco en voor dit keer hebben we weer een gloednieuw koopadvies. Vorig jaar hebben we ook al eerder zo'n vergelijkbaar koopadvies gedaan en die is inmiddels meer dan 10.000 keer bekeken. Holy shit! Voor nu hebben we een bijgewerkte versie van de video van vorig jaar. Dus ben je er benieuwd naar deze video? Doe even dat duimpje omhoog. Zorg ervoor dat we 300 likes gaan halen. De vorige keer hebben jullie meer dan 500 likes achtergelaten. Legends! Awesome! Dank jullie wel ervoor. En zorg er ook zeker voor dat je ook geabonneerd bent op dit kanaal. YouTube is momenteel heel erg divers qua content. Je hebt natuurlijk de prankers, je hebt natuurlijk de vloggers, je hebt natuurlijk de gamers, je hebt de beauty gurus en je hebt natuurlijk ook de tech legends. En door middel van dit advies hebben we een beetje gekeken van wat zou nou in vrijwel alle gevallen het handigst zijn om te hebben. We hebben hier in dit geval dus een speciale PC en een camera starters kit. Laten we maar gewoon eerst even gaan beginnen met de PC. Wat er dus belangrijk is dat er dus een hele snelle processor in zit. En AMD heeft hiermee de AMD Ryzen 5 1600. Dit is een 6-core processor en dat ga je dan ook zeker merken in het exporteren van je video's. Voor een lagere prijs dan de i5 7000 serie. Inmiddels hebben we ook de 8000 serie, alleen dan heb je ook hele dure moederborden. AMD Ryzen 5 1600 is een super snelle processor als je lekker wil gaan editen, veel video's wil gaan encoden en meerdere dingen tegelijkertijd wil gaan doen. Wil je nou gamen en streamen tegelijk, dan is dat mogelijk. Met deze processor is dat easy peasy. Het geheugen is natuurlijk ook belangrijk. Nou, voor video editing is 8 GB eigenlijk regel dan uitzondering. Dus in dit geval hebben we dan al gekozen voor een dual kitje van Kingston. Dit is de Kingston HyperX Fury 2x 4 GB DDR4 2666. Met Ryzen ga je zeker ook verschil merken als je ook een hogere kloksnelheid hebt. Daarom is deze ook iets hoger geklokt dan de standaard 2133 en de 2400 geheugen. Het geheugen ziet er best wel geinig uit. Het is een zwart latje en het ziet er niet zo heel cheapy uit. En Kingston staat er ook nog eens bekend om hele goede geheugenbanken. Daarom hebben we ook gekozen voor de Kingston HyperX Fury van 8 GB. Het moederbord is natuurlijk ook super belangrijk om te hebben. MSI heeft hiervoor de B350M Pro VDH. Dit is een basis micro ATX moederbord die voor video editors alsnog voldoende features biedt. Nou, het zou zeggen, je hebt voldoende USB aansluiting aan de achterkant, je kunt 4 geheugenbanken erin kwijt, je kunt zelfs nog gaan overklokken met dit bord. Het is een heel erg recht toe recht aan moederbord, geen overbodige features. Nou, dit moederbord biedt voldoende voor zijn geld, op dit moment heeft hij de meeste features voor zijn prijs. En daarmee is dit dus ook onze keus. De behuizing is een bekende. Ongetwijfeld heb je de video van vorige week gezien. En dit is natuurlijk ook een behuizing die daar vandaan komt. Dit is de Sharkoon VS4S. En dit is, zoals je al wellicht gezien hebt vorige week, een hele leuke budgetbehuizing. Geen overtollige features, geen subdeluxe extra's, maar wel een super lage prijs waar je hardware ook goed in kwijt kan. Wat hebben we eigenlijk nog meer gekozen? Dat is natuurlijk ook de voeding en ook deze komt uit het beeld van vorige week. Dit is de Be Quiet Pure Power 8400 watt. 400 watt is voor deze PC meer dan genoeg. Je kan wel gaan upgraden naar 500 of 600 watt, maar deze PC zal geen 400 watt gaan verbruiken. Be Quiet maakt ook eens hele stille voedingen en dat zie je dan ook zeker terug in de geluidsproductie. En de voedingen van Be Quiet zijn in de regel ook best wel van goede kwaliteit. Daarom is er ook gekozen voor de voeding van Be Quiet. Dit is de Pure Power 8 400 watt. Het is haast niet meer interessant om een SATA SSD te nemen, maar steeds meer bedrijven gaan ook naar de M.2 SSD's, omdat deze gewoon vele malen sneller zijn. Maar dat gaan wij niet doen. Wij blijven gewoon nog steeds bij de SATA SSD's. Dit is de Kingston AV400 van 240 GB. 240 GB is meer dan genoeg om jouw favoriete game erop te gaan zetten, jouw favoriete videobewerkingsprogramma en ook jouw footage. Het is ook heel erg handig om een videokaart te gaan hebben in een PC. Op dit motherboard zit geen videochip ingebakken en een CPU heeft er ook geen één.
Ook is het zo dat als je een best wel leuke videokaart hebt, dat je zeker prestatieverschil gaat zien tijdens het editen en tijdens het encoden. Of renderen, hoe je het ook maar wil gaan noemen. In dit geval is er dus gekozen voor de AMSI Radeon RX 560 Aero ITX. Dit is een videokaart die best wel compact is. Het heeft ITX in zijn naam. Maar hij heeft een RX 560 aan boord met 4 GB VRAM. Het is een leuke videokaart voor zijn prijs. Je kan weliswaar ook andere videokaarten nemen, maar voor zijn prestaties is dit wel een hele leuke videokaart om te hebben. We hebben nu de PC gehad waarmee we willen gaan editen met onze favoriete videobewerkingsprogramma. Alleen er is nog een paar dingetjes mee. Met deze PC heb je standaard geen cardreader. En de meeste camera's hebben tegenwoordig ondersteuning voor SD-kaart of micro-SD-kaart. Kort gezegd, deze Transcend USB 3.0 kaartreader is heel erg gebruiksvriendelijk. Je steekt je SD-kaartje erin, prikt hem in de computer, that's it. Hij wordt gelijk herkend en je kan alsnog al je footage in één keer binnenladen. Super handig, ik heb hem ook en ik gebruik hem nog steeds volop. Zelfs vanaf het begin van TagTime heb ik dat ding al en hij bevalt mij nog steeds. Je wil natuurlijk ook een SD-kaart hebben om al je footage ook leuk op te kunnen slaan. Nou, SanDisk heeft daarvoor een hele leuke lijn. Dit is een 16 GB kaartje voor maar 10 euro. Het is ook nog eens een heel snel SD-kaartje. 16 GB ga je de komende tijd zeker mee vooruit kunnen komen. Maar mocht je zoiets hebben van, joh, het is mij toch te weinig. Je kan altijd nog upgraden naar 32 of zelfs 64 gig als je meer opslagcapaciteit nodig hebt. Laten we maar even overgaan naar het één na laatste product en dat is in dit geval even het statief. Ik heb mijn camera ook op een statief neergezet en dat maakt voor mij ook heel makkelijk om gewoon zo tegenaan te praten. Op dit moment is Hama een van de populairste leveranciers voor de budget statieven. Hama Star 63 om specifiek te zijn. Het is een heel leuk statiefje, hij weegt echt heel erg weinig en hij is ook heel makkelijk mee te nemen. Maar wil je nou gewoon een simpel statiefje hebben om je camera op te zetten, dan is het een heel handig ding om te hebben. Een voordeel is dat hij niet al te duur is, dus dat scheelt natuurlijk ook weer in zijn prijs. En daarmee hebben we dus ook extra budget ook voor de videocamera. Of beter gezegd ook fotocamera. Want het is namelijk een combinatie. Wil je dus gaan filmen, dan heb je verschillende opties. Je kunt bijvoorbeeld een DSLR gebruiken. Dat zijn van die hele lompe grote camera's. Maar je kan ook bijvoorbeeld voor een systeemcamera gaan, een handycam gaan, een compact camera of eventueel de camera van je telefoon. Nou, even gekeken naar wat is er op de markt en dan is een compact camera voor nu wel het handigst om te hebben. Daarvoor hebben we hier de Sony DSC WX500. Dit is een camera die filmt op Full HD 30 fps en kan ook best wel ver inzoomen. In low light is het ook een hele leuke camera om te hebben en is daarnaast ook nog eens heel erg licht en compact. De microfoon die de standaard inzet is al standaard van hele goede kwaliteit. Hou je gewoon lekker dichtbij, dan heb je gewoon hele goede geluidskwaliteit. En wil je nou bijvoorbeeld mee gaan vloggen, dan is dat heel erg makkelijk. Je klapt het schermpje open en je gaat zo lekker gewoon lopen met je camera. Super tof, maar heb je nou zoiets van, joh, ik wil gewoon lekker stilstaan met de camera, dan kan dat natuurlijk ook. Dus als je wil beginnen aan YouTube en je hebt 1000 euro te besteden, dan heb je aan deze producten eigenlijk genoeg. Je kan weliswaar ook kiezen om nog meer producten aan te schaffen, die keuze is geheel aan jou. Alleen het ligt ook echt aan wat voor content je gaat maken. Ga je nou veel buiten vloggen, dan heb je misschien geen softboxen nodig. Of ga je nou bijvoorbeeld je camera gebruiken als facecam, dan is een statiefje ook echt heel handig om te hebben. Of misschien dat je dan beter een webcam kan gebruiken. De keuzes zijn enorm. Ik hoop dat je wat aan deze video gehad hebt. Is dat het geval, doe even dat duimpje omhoog. Zorg ervoor dat je geabonneerd bent. En volg ons vooral ook even op al onze social media. Ik wil je in ieder geval heel veel succes wensen met jouw YouTube carrière. Ik wil je ontzettend bedanken voor het kijken naar deze video. En zoals altijd zeg ik weer, tot ziens.